kunnen ongelooflijk tevreden terugkijken. Want we hebben twee eerste plekken in de eerste wedstrijden gevaren. Een tweede plek in de derde en een zesde finishplek in de vierde wedstrijd van vandaag, de zevende wedstrijd. Maar er bleken twee boten voor ons te vroeg te zijn gestart, dus die worden er vanaf getrokken. Dus dat bleek een vier te zijn achteraf, daar zijn we heel blij mee. Het werd vanochtend al het mini-WK genoemd, omdat er varen hier vier verschillende wereldkampioenen mee. En ik schat in vijf boten die normaliter in de top 10 van een wereldkampioenschap varen, Formule 18. En dit is eigenlijk het eerste evenement dat wij samen varen. Maar Lamberto die is vorig jaar derde op het wereldkampioenschap geworden, Formule 18. Ik ben ooit tweede geweest op het WK, Formule 18. En het blijkt eigenlijk dat wij, ook al is hij Italiaan en ik Nederlander, is dat we dezelfde taal op de boot kunnen spreken. Nou, er is net een enorme grote droom van mij uitgekomen. Ik ben zelf sales en marketing directeur van Nacra. En onze boot is net gekozen als Olympisch equipment voor de Olympische Spelen voor 2016 en voor 2020. Dat is echt een grote droom die we op dit moment nog aan het verwerken zijn. Want de impact van het leveren van 250 Olympische boten per jaar extra on top of onze normale productie. Dat brengt zo'n impact met zich mee eigenlijk, dat we daar zijn we nog van aan het bijkomen. Zelf technisch gezien zou ik het heel erg mooi vinden om het wereldkampioenschap in Long Beach, Californië, wat plaatsvindt tussen 7 en 15 september dit jaar, om daar een top 3 plaats te varen. Dat is eigenlijk mijn droom voor de korte termijn op zeilgebied. Vanmorgen geven ze om en nabij dezelfde condities door. En wij zijn daar met z'n tweeën als chemie zijn we daar best goed in. Dus de kansen voor morgen schat ik realistisch goed in. Maar we zullen wel heel scherp moeten blijven. En ook relaxed, wat ik ook eerder uitlegde. Rustig en onze opties blijven afwegen en de juiste keuze blijven maken.